Welkom bij de Straten van Amsterdam. Vanaf vandaag een brug. De laatste keer dat ik op een brug was, was de Berlagebrug. Vond ik een vergeten stadsgezicht. Dit is de Hoge Sluis. De Hoge Sluis met samen met Hans Tulleners. En we moeten wel de microfoon bij de mond houden, meneer Tulleners. Ja, uiteraard. Sorry. Terug van weg geweest. Terug van weg geweest. Dat klopt, ja. Het is ook lang geleden dat we een keer reizen. Ja, dat is heel lang geleden. Weet u nog waar? Wat deden we ook weer? De Bullebaksluis. Oh, de Bullebaksluis, dat is waar ook, ja. Maar heel even voor de mensen thuis. Ja? Even voor de mensen thuis. We zijn op de Hoge Sluis. Ja. Ik reed hier laatst met de tram 19 langs. Ik dacht, hé, dit hebben we nog niet gedaan met de straten. Ja. En het is ook, dit vind ik een beetje een vergeten stadsgezicht. Als je kijkt naar het uitzicht. Het is wel een mooi zicht, hè? Ja, prachtig, toch? Hè? Het is een brug. Laat ik daarmee beginnen. Niet voor niets is deze stad natuurlijk werelderfgoed geworden. En daar hebben we hard aan getrokken. Iets over deze brug misschien. De oudste brug dateert uit 1662. Dat zien we hier aan de zijkant. Ja, dat is allemaal, daarvan hebben we niet veel laten zitten. De huidige brug is een ontwerp van Willem Springer, stadsarchitect. En die brug dateert uit 1883. In 1883 is alles eraf gegaan, opnieuw opgebouwd. Ja, uiteraard, ja. Eigenlijk meer dan een renovatie te noemen, hè? Bijna een hele nieuwe brug. Ik denk het wel, ja. En we hebben dus ook, toen had de gemeente Wilde plan om hier een hele moderne brug neer te zetten. En dat hebben we gelukkig in de Amstel gegooid. Daar heeft u wat papieren van, maar laten we straks even zien. Ik heb daar beelden van. Als de camera naast ons staat. We hebben die zaak rond deze brug uit een rijksmonument uit 1883. Nogmaals van Willem Springer, stadsarchitect. Die zaak hebben we op alle fronten gewonnen. Hoi, 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 hoi. We gaan straks die oude plannen laten zien. Maar heel even. Het is brug nummer 246. Even voor de mensen, hè? Dat kunnen we straks vanaf hier zien. Je hebt daar de Weesperbuurt, de oude pijp aan de andere kant. Die buurt verbindt de brug met elkaar. Toen die Willem Springers die brug heeft ontworpen, hè, die nieuwe brug 1883, dan las ik ergens, dat was een beetje in de stijl van de Pont Neuf. Ja, een beetje Frans. Ja, een beetje Frans. Dat zie je maar ook. Het is natuurlijk echt een. Kijk, dit is natuurlijk wel een heel Amsterdams gezicht. Hè? Ja, je ziet hier de magere brug. Ja, Blauwbrug, de Stopera, kan je vanaf hier zien. Ja. Wat vindt u van de brug? Deze brug? Ja, ik was laatst op de Pont Neuf in Parijs. En daar lijkt hij een beetje die op. Die stijl. Ja, daar is het alleen wel echt vier keer groter, breder. Uiteraard. Majestueuze, toch? Paris est toujours trop cher. Parijs is altijd veel duurder. Of doe ik dan deze brug tekort? Nee, helemaal niet. Dat is heel gedoe geweest. We hebben dus die zaak gewonnen op alle fronten. Ze wouden hier een hele moderne brug maken. Nou, die plannen zijn hebben we in de Amstel gegooid. En, wanneer was dat precies? Dat is in, even kijken. Laten we dat zien. Dat was eventjes, dat is een aantal jaren geleden. Ja, even kijken. Dan wou je nu even. Begin 2000 of zo ergens. Wou je dat nu even zien? Ja. Dit is hem dus. Dit is hem dus. Dit was hem. Dit wilden ze maken, Luc. Dit wilden ze maken. Een beetje slechte opname, maar dat waren de plannen. En dat vonden jullie niks? Nee, de monumentenorganisaties hebben zich met hand en tand verzet. En we hebben die zaak op alle fronten. U noemde dat de monumentenmafia? De monumentenmafia. Ik ben lid van de monumentenmafia. Ja. Oh god, gaat er regenen ook. Terwijl het een beetje begint te regenen. Luister. Is positief, hè? Dat is een teken van God, regen. Oh ja? Ja. Oh, daar geloof ik niet in. De zegen ik geloof alleen maar in mezelf. De zegen van God. Even voor de mensen, want we zien u nu in het gezicht. Hans Tulleners, oude bekende. Schrijver, columnist. En binnenstadsbewaker. Ja. Maar ook veel meer dan dat. Vroeger heeft u mij de vorige keer verteld. Dressman. Oh, dat heb ik heel lang geleden. Heel even, dat loop je nog één keer. Nee. Heel even weer. Heel kort. Ik ga eerst even dit opbergen. Het wordt helemaal nat. Doet u dan dat loopje heel kort? Nou, goed. De Dressman. Okay. Laat even zien. Kom, we gaan naar Carmen. Die woont iets verderop. Heeft een leuk uitzicht op de brug. Die kant op. Waarom heet hij de Hoge Sluis? Hoge Sluis, ja. Hij was vroeger heel hoog, ja. 6 meter. Daar kon je met de tram niet over. Bij de stadswallen. Even hoog als de stadswallen was hij. Wat ik wel heb uitgezocht is... Heb jij ook juist gezegd? Ik heb ook mijn huis, ja. God. Ik heb uitgezocht dat hij dus in een paar jaren, belangrijke jaren, één keer door... De middelste bogen eruit gehaald bij de oude brug. Ja. Want toen moest er bredere vaart doorheen kunnen. Ja. En één keertje is hij verlaagd, omdat de paardentram toen zijn intrede deed. Ja, dat klopt. Eén keer ook verstevigd, want toen de elektrische tram eroverheen moest. Zal ik even iets over het huis vertellen, jongeman? Over dit huis? Ja, even iets vertellen. Dit is dus laat 19e eeuw. Maar wacht even, dan halen we Carmen erbij. Oké, dan halen we het erbij. Dan mag ze wel even weten, toch, waar ze woont. Ja, leuk hoor.
Carmen? Hallo. Hi. Hallo. Kom je even naar buiten? Ja, ik ben eraan. Hi. Hi. Wat gezellig. Ik stap hier naar buiten. Ja, hoor. Ik heb Hans Tullenus meegenomen. Oh, leuk. Binnenstadsbewaker. Ja. En hij... Zal ik je even de hand geven? Dit is Carmen. Gezellig. Hi. Ik wou even iets over je huis vertellen. Oh, leuk. Nou. Ik ben Hans Tullenus. Ik ben Carmen. Ja. Hi. Het is dus waarschijnlijk 1860. Hè. Het is gewoon van baksteen. En dan is het, de onderkant is dus bepleisterd. Hè. Ja. Neem aan uit de bouwtijd. Nou, dat is natuurlijk heel. Wij noemen dit. Hoe heet dat ook weer? Beeldbepalend heet het officieel. Dus het is natuurlijk een aardig beeld. Hè. Nee, niet verkeerd om aan de Amstel te wonen. Nee, het is hier een heel fijn plekje om te wonen. Ja, ik ben er heel blij mee. Nou, mooi is dat. Hoe lang zit u er al? We hebben het huis in 2017 gekocht. Oh, dat is pas. Maar het is, we hebben er heel lang over gedaan om het op te knappen. Ja. Dat ging niet zo snel. En nu zijn we nog niet helemaal klaar. Dus ja, dat we er echt wonen is nog geen jaar. Dus het is nog heel is kort het af? Eigenlijk. Is het af? Nee, nog steeds niet. Nee, hoor. Kijk, ja, je moet het huis nooit afmaken, want als je dat aan moet afmaken, dan ga je verhuizen. Oké, okay, nou daar ben ik niet zo vlot voor over. Kom binnen. Dank je. Het begon even te regenen, maar dat valt op zich mee, hoor. Valt op zich mee. We gaan hierheen, hè? Ja. Oké. Wat een heerlijk huis. Een goede middag. Of is het nog ochtend? Nou weet ik het niet. Dit is Hans. Ja, Hans Tullenus, maakt niet. Wat enig, met zo'n hart erbij. Wat gezellig. Heel even voordat we bij Jada komen. Heel even kijken, spieken natuurlijk. Hier komen we voor. Ik ook, ja. Ik ben dol op muziek. Hier komen we voor Carmen. Het uitzicht. Ja, dit is het, hè. Wacht even, hoor. Anders horen we niks. Oh, sorry. Ja, dit is als je hier naar buiten kijkt, dan word je toch helemaal blij? Tenminste, ik word heel erg blij als ik hier naar buiten kijk. Maar is dit echt een ding? Is dit, doet u dit echt elke dag? Dit is echt, ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Iedere ochtend als ik opsta, is het eerste wat ik doe over de Amstel uitkijken. Ja, en dan word je. Weet je, ik geef cursussen Amsterdamse grachtenhuizen. En ik had een keer 5 mensen aan de Amstel. Ja. Maar wat zo heel merkwaardig was, is de mensen kenden elkaar niet. Want daar is de afstand te groot voor. Ja, jammer is het, hè? Ja, want dat klopt. Die hebben elkaar toen op die cursus wel leren kennen. De afstand is net iets te groot, hè? Ja, is ook zo. Maar het is een fantastische plek, echt waar. En ik ben er heel blij mee. Ik kan die plek niet thuisbrengen, wat erg, zeg. Dat is wel ernstig. Nou, dat zegt de binnenstad bewaren. Is dat de Noordermarkt? Ik moet bekennen dat ik dat niet weet. Ik heb, ik wilde heel graag een oude foto van Amsterdam. En toen ben ik gaan zoeken. En toen vond ik deze. En weet je wat nou zo grappig is? Als je naar buiten kijkt, dan lijkt het uitzicht een beetje ernstig op die foto. Ernstig. Maar ik weet niet waar. Het is het niet, toch? Het is het niet. Ik dacht het niet. Maar het lijkt ik kan er wel het op. Ik kan het niet thuis brengen. Stel maar wel een beetje teleur, meneer Tullenus. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dat is de laatste keer. Nee, geintje. We gaan het opzoeken. Maar als ik zo rondkijk, Carmen. Dit is af, toch? Dit is bijna af. Ja, rechts en links moet er nog wat geschilderd worden. Maar dan is het eigenlijk... En er moeten nog wat lampjes opgehangen worden. Maar dan is het af, de huiskamer. Kom met de straten in zoveel huizen. Nee, het is de Noordermarkt, hoor. Oh, toch? Ja. We weten het, mensen. De foto is de Noordermarkt. Nee, maar we komen in zoveel huizen. En je staat er zo versteld hoe mooi en hoe diep ook die Amsterdamse huizen altijd zijn. Nou, dank je. Waar komen jullie vandaan hiervoor? Ik kom uit de Baarsjes. Ik ben in de Baarsjes geboren. Dus dat is een toch hele wel wat anders, toch? Ja, dat is echt heel wat anders, ja. Ja, dit is, het is niet de Amstel, hè? Maar wat meneer Tullenus zegt, is dat een ding, de buurt? Jullie wonen er nu een jaar net. Ja, kent u de buurt een beetje? Het is een hele fijne buurt. Ik moet zeggen, ik ken de buren eigenlijk nog niet. Nee, de overburen zijn net te ver weg. Die zie je niet. Dat is heel gek. Dat is heel jammer. En maar, opzij... Maar hiernaast, hè? Nou, daar hebben we nieuwe buren. Dus die wonen er nog niet echt. Die zijn ook bezig met verbouwen. Dus ik hoop ze beter te leren kennen dadelijk, wie weet. Ja. Meneer Tullenus? Ja, daar ben ik hier. Speelt u een beetje harp? Nee, ik heb een blauwe maandag klarinet gespeeld. Oh, okay. Maar ik ben dol op muziek. Die hebben we niet. We hebben geen klarinet. Nee. Maar ik moet even Jada hebben. Jada. Hi. Hi. Jij bent de dochter van Carmen. Ja. Jij bent speciaal voor ons gebleven. Je moet zo weg. Ja, ik moet. Maar jij bent professioneel. Harpist. Harpiste. Harpist dus. Ja, ik ga niet naar het conservatorium. Dus echt heel professioneel niet. Maar ik speel het al... Je speelt veel. Waar kunnen mensen jou zien? Nou, in Nuenen vooral. Bij Inge Vriemhout. Daar speel ik harp.
Zij heeft een harpclubje en ja, daar speel ik bij. En we geven ook ieder jaar concert in Italië, ja. Met, ja, met z'n drieën. Dus, nou, dat klinkt professioneel genoeg hoor. Ja. Je gaat ons een kort stukje laten horen. Ik vraag altijd aan mensen, wat is de soundtrack van de straat? En dan start ik een plaatje in. Maar dat doen we nu live. Dat is echt veel leuker. Ja, oké. Okay. Weet je wat we gaan horen? Of ga je, is het improvies? Nee. Ik heb een liedje en het heet de Skyboat Song. En heel veel mensen kennen het. Ja. Dat is best wel bekend. Nou, dank je wel. Uit welk jaar is dat instrument nou bijvoorbeeld? Oh, we gaan nog even door met een interview. Sorry? Uit welk jaar is dat instrument? 2015. Oh. God, dat ziet er heel antiek uit. Prachtig. Nee, ja, dat is... We hebben toch eigenlijk de beroemdste harpiste hebben wij in ons eigen land, Evelien... Lavinia Meijer. Lavinia Meijer, ja. Ja. Het klinkt ook altijd mooi, prachtig is ja, dat. Klopt. Ja, ze had die laatst ook opgetreden. Oh, really? Bij, Bij Carré bedoel je? Nee, bij op de Dam. Of nee, niet op de Dam, toen met 4-5 maart. Oh, met Carré, ja. Concert. Ja, oh, natuurlijk, ja. Zijn we deze kijk, ja. Gewoon nog een prachtige tuin, zeg. Trouwens, jij woont hier niet, hè? Jij bent hier nu toevallig. Part-time. Ja, ik woon eigenlijk in Eindhoven, want mijn opleiding is daar. Maar is dit iets voor jou? De Amstel, de brug, als je hier toch bent soms? Het is heel mooi. Het is heel mooi. Het is even wennen op het begin. Maar ja, het is altijd levendig hier in de stad. Je hebt altijd wel wat te doen. Het is nooit saai. Ja, het is heel leuk. Heeft u nog een vraag voordat we beginnen? Nee, ik vind het prima. Wie is de componist van het stuk? Even kijken, dat weet ik. Ja, mijn hoofddocent die heeft het zelf een beetje aangepast. Alleen de echte componist, wacht, het staat erop hoor. The Skyboat Song. Ja, de Skyboat Song. Okay. Van? Even kijken, ja, deze is van Inge Friemout Heij. Dat is mijn hoofddocent. Maar origineel komt het uit Schotland. En origineel weet ik niet wie het, wie het heeft gecomponeerd. Maar mijn docenten die heeft, die heeft het op papier gezet. Ja. Ga je gang. Ja. Jada. Bravo. Dankjewel. Wat fijn dat je heel even wilde blijven om dit te doen voor ons. Dankjewel. Yes, geen probleem. Dankjewel. Over de buren gesproken aan de overkant, die we niet kennen. U gaat even mee, toch? Vind ik leuk. Ja, let's go. Ja. Peter, op de woonboot. Oké. Nou, helemaal leuk. Altijd speciaal volk op een woonboot. Ik trek mijn jas. Vergeet de jas en de sleutels niet. Heel belangrijk. Okay. Hoe is de buurt hier verder dan? Want barretjes en alles, of is dat, krijgen we dat niet mee? Ik heb alles bij de hand. Ik heb sinds kort een fiets. Ik durfde eerst niet te fietsen in Amsterdam, maar sinds kort durf ik het wel. Dus ik fiets hier heel vaak. En dan zit je zo op het Frederiksplein en ben ik bij de Utrechtse straat. Daar heb je allerlei leuke winkeltjes. Ja. Ja, ik heb hier alles bij de hand. Het is echt een hele fijne buurt om te wonen, hoor. En ook, we hebben niet zo heel veel last van toeristenstromen die hier voorbij komen. Dus het is relatief rustig bij ons in de straat. Dat is dan de enige straat nog in de stad? Ja, dat hoor ik wel eens. Ik,
niet. Ik kan het bijna niet geloven. Ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen last van die mensen. Maar ja, goed, wie ben ik? Nou, we gaan wel naar 30 miljoen mensen toe. Hè? Dat is, over 10 jaar lopen hier dus 30 miljoen mensen rond. Dat wordt een probleem hoor, let op. Ja, oké, okay, maar ik ben naar Amsterdam gekomen omdat ik van mensen hou. En ik vind het gezellig om met mensen te praten. Dus dan moet je niet gaan klagen dat er veel mensen in de stad zijn. In de stad zijn veel mensen. Ja, maar het is geen klagen, het is gewoon een constateren van het feit. De stad met 850.000 mensen kan geen 30 miljoen mensen aan. Dat kan helemaal niet. Dat loopt spaak. Oké. Heel even één ding, want ja, meneer Tullers, ja? Ik zag u net kijken. Ja, dat zijn de originele materialen, die balustrades. Is dit origineel? Dat is origineel, dit jaar. En dit is natuurlijk uit allemaal nagemaakt, hè? Dat geldt ook. Maar origineel in de zin van 1883. Ja. Kijk, dat, een steenhouwer kan dat zo maken, hoor. Dat is geen enkel probleem. Het is een heel werk geweest. Ah, je ziet het eigenlijk ook, hè? Het verschil. Ja, dit was me eigenlijk nooit opgevallen. Nee, ik zie het nu ook voor het eerst. Nou. Het ziet er wel een beetje verweerd uit. Of is niet schoongemaakt? Dat vind ik juist wel leuk, dat het een beetje verweerd is. Je ook veel, maar toen was het echt... Wij lopen net hierheen en Carmen die zegt, ik vind eigenlijk Amsterdam steeds leuker worden. Ik ben volgens mij de enige, want ik hoor overal om me heen. Het wordt juist minder leuk. Ja, maar wie zegt het dan? Nou, weet ik niet. Iedereen. Op social media, overal. Kijk nou zo om je heen. Het is fantastisch om hier te zijn en om hier te wonen. En er zijn hele leuke mensen in Amsterdam. Je moet ze alleen weten te vinden. Ja, dat proberen wij ook inderdaad. Gaat u voor? We proberen hier de man, althans niet te proberen. We gaan naar de man met het mooiste uitzicht als het goed is. En we vallen nu heel brutaal zomaar binnen, maar hij is thuis als het goed is. Peter, hi! Dit wordt heel leuk. Heel klein. Hallo, ik ben de Overbuurvrouw. Kijk, nou, dan zien we elkaar ook eens. Peter. Peter, dit is Hans. Hans, Peter, hi. Het is een beetje klein hier. Ja. Jij woont hier beneden? Ja, in het hele schip. Het is een stuurhut, hè, natuurlijk. Ja, het is een stuurhut. Het is wel, we gaan zo even, we gaan zo het dek op, hè? Ja. Maar dit is wel een feestje, toch, om hier te wonen? Ja, dat vind ik wel, ja. Zeker. En ook voor je, dat vertelde je aan Catalina, die de voorbereiding heeft gedaan, ook voor je zoon. Is het een feestje, toch? Ja, zeker, want hij woont in de oude kapitein, zit, hè. Dus dat is natuurlijk... Kan hij nog steeds varen, de boot niet? Nee, toen ik hem kocht wel. Toen was het een varend woonschip. Oh ja. Maar ik had mijn groot vaarbewijs niet en ik dacht al heel snel, het heeft alleen maar zin als je 3 maanden per jaar gaat varen om dat te onderhouden. En dat ging ik toch niet doen. Dus ik heb op een gegeven moment alles eruit laten halen, want je rookt altijd diesel. Jij bent hier echt al een tijd, hè? Nou ja, 1995. Dus, dat is toch bijna 25 jaar, hè? Precies. Zullen we even die kant op? We hebben iets meer ruimte. Ja, is goed. Jij bent er weg. Ga jij maar voorop. Loop maar gewoon. Ja hoor. Je kan gewoon over het gang. Ja? Ja, tuurlijk. Okay. Kijk maar. Ik val er niet uit. Nee. Okay. Kijk, dat is wel weer gewoon. Lukt het, Luc? Ja. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik zal nu aan de binnenkant blijven. Kijk uit, hè, meneer Tullers. Ik kan wel. Dat wordt gewend, hoor. Ik vis u niet uit het water, hè? Nee? Ik kan goed zwemmen, hoor. Heel stevig, hoor. Is het wel leuk, nou, die blijft. Ja, dit is van de andere kant. Oké, je ziet nu dat het dus 4 huizen naast elkaar zijn, hè? Allemaal hetzelfde type. Waar Carmen zit. Ja, 1860 ongeveer. Ja. 4 naast elkaar, hè? Mooi gedaan, hoor. En kijk, wat natuurlijk heel belangrijk is, jongeman, we gaan niet de lucht in. Hè? De druk op de stad is enorm. Maar hoogbouw, ja, lekker aan de Zuidas. Hartelijk dank. Je hoort het. Kijk, en wij zijn... Verkocht, hoor. Ja, is verkocht. Carmen, als ik heel even ertussen mag, Peter. Hey, dit is even een keer je huis vanaf de andere kant. Echt leuk, hè? Moet je kijken. Hè? Wat een prachtig huis dat ik heb. En wat een uitzicht hier, hè? Leuk toch? Hier wil je toch nooit meer weg? Ja. Dan kan je als je hier bent, dan zou je misschien ook hier willen wonen, of niet? Dan zie je uitzicht op de brug. Ja, moet je kijken. Nou, die brug is ook mooi. Prachtig, maar weet je, een woonboot is toch niks voor mij, hoor. Ik heb geen zeebenen. Ja, maar hij is helemaal gestabiliseerd, hè? Dus je merkt er niks van. Ik heb een waterbed hier aan boord, hè? Dus... Okay. Dus dat geeft wel aan dat hij dus behoorlijk stabiel moet zijn. Maar Peter, Luc, die ziet nu de boot, hè, de cameraman, of sorry, de brug. Ja. Dit is, je hebt misschien wel het beste uitzicht van iedereen hier. Ja, nou ja, het is af en toe alsof je in een schilderij ligt. Hè? En dat klopt ook wel een beetje, want je ziet natuurlijk op die brug altijd toeristen staan en ook schilders. En die maken natuurlijk dan een foto vanaf de brug zo de stad in. En dan kijk je natuurlijk naar Carré en de Amstelsluis en de achtergrond de Magere Brug. Het is natuurlijk ook gewoon een mooi plaatje. En
Ik heb mijn schip dus ook in de stad al op heel wat afbeeldingen gezien. Ja, leuk. Schilderijen in de Spiegelstraat, op de Spiegelgracht. Dat is op zich best wel geinig, toch? Geinig idee. Ja, dat is heel grappig. Dus ik vind het een beetje een raar idee om zo'n schilderij te kopen van je eigen schip. Hè? Dat is dan, heb ik nog maar niet gedaan. Ik zei net voordat we hierheen gingen... Ja, ik ben het niet vergeten hoor, meneer Tullens. Woonbootbewoners, mensen die op een schip wonen, zijn altijd aparte lui. Dat klopt toch wel een beetje? Nou, wat relaxer? Ja, dat weet ik niet. Ik kom met de straten kom ik wel eens op dit soort plekken en ja? Het is altijd een beetje wat... Maar het is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Wat vrijer misschien ook. Ja, nou kijk, wat je wel hebt is natuurlijk veel meer vrijheid dan in een huis. Hè? Dus daarom zou ik ook niet meer terug naar een huis kunnen. Die sociale controle, dat op je vingers gekeken worden, kan ik echt helemaal niet meer tegen. Vooral voor muzici is het natuurlijk ideaal zo'n boot. Hè? We hebben net die harp gehoord. Je hebt ook instrumenten die heel veel kabaal maken. Voor zo'n schip is het ideaal ervoor. Ja, je kan hier wel wat muziek draaien, toch? Nou, we hebben hier vroeger ook menig feestje gehad, kan ik je vertellen. En dan val je echt helemaal niemand daar lastig mee, zolang je je patrijspoorten maar dicht houdt. Ja, precies. Ja, maar vroeger, ik ga heel even staan hoor, want ik ben ook niet meer. Ben hier ook niet meer 21. Van tevoren, voordat we begonnen, we kwamen even langs, zei je van, er is nog wel één verhaal nog. Probeer te denken aan een verhaal, wat het meest gekke verhaal van al die tijd hier. Heb je natuurlijk hier ooit de Eurotop in Amsterdam gehad. Oh, ik denk een jaar of 10 geleden. Mm-hmm. Toen was dit een soort spergebied, helemaal afgezet. Je kon er alleen met passen en weet ik het wat speciaal in. Maar ja, ik woonde natuurlijk hier. En ik ging natuurlijk niet ergens anders wonen tijdens die Eurotop. Maar die was natuurlijk echt leuk. Toen hebben ze op die Hoge Sluis hebben ze allemaal een fiets gekregen. De hebben ze overheen gefietst. Maar het allerleukste was dat elke avond stonden ze hier stand-uppers voor alle internationale nieuwsprogramma's en journaals te maken. En ik zat de televisie te kijken binnen en ik denk, dat is gewoon hier recht voor mijn neus. Staan ze gewoon nu een stand-upper te doen. Heb ik mijn broer gebeld en zei ik, doe even de televisie aan, want wat je nu gaat zien is lachen. Ze staan een stand-upper te doen voor het journaal. Ik loop naar voren en dan ga ik naar je zwaaien. Oh, dus jij bent een van die... Ik ben inderdaad gewoon naar voren gelopen. Ja, ze konden natuurlijk geen ander shot meer maken. Dus ik stond gewoon te zwaaien en lachen. Jij bent een van die irritante mensen die zoveel achter mij ook staan dan te zwaaien. Nee, maar kijk, het was wel gepaste afstand. Ik snap het, ik snap het. Afstand. Dus zo irritant was het niet. Het was super. Alleen onvermijdelijk. Dit is echt, echt een fantastisch uitzicht hier. De buurt, hè. Carmen, die zit er niet zo heel lang. Okay. Net een jaartje wonen ze pas echt. Okay. Ja, dat wil je ook. Waar moet ze heen? Waar moet ze heen? Wat moet ze hier doen? Nou, gewoon vooral heel erg genieten van dit hele rustige stukje Amsterdam. Waarbij je dus gelukkig pas vanaf het Rembrandtplein, dus 100 meter verderop, last hebt van de toeristen. En laat het even vooral zo blijven. Ja, die zijn er nog niet echt, heb ik begrepen. Nee, hier gelukkig niet, hè? Nee, we hebben echt hier geen last. Nee, fijn, hè? Gelukkig niet. Anders zouden ze bij McKinsey moeten zitten, gebeurt niet. We hebben op een of andere manier de enige plek nog gevonden in Amsterdam die niet aangetast is door toeristen. De Hoge Sluis, althans, het gebied. Geen rugbaar. Het gebied daar een beetje omheen. Peter. Knippen. Peter, we bliepen het helemaal weg. Peter, dankjewel dat we heel even mochten kijken. Carmen, vond je het leuk om even mee te komen? Ik vond het ontzettend leuk, echt waar. Een keer de wereld van de andere kant gezien. Geweldig, echt leuk. Meneer Tulleners? Ja? Ik ben het niet vergeten. Oké. Want mensen kunnen mee. Ja, vertel. Ik ga weer wandelen vanaf zondag 7 juli tussen 11 en 1. Ik begin elke keer op een andere plek. Maar de eerste wandeling is langs Veerhuizen. Iets voor jou. Even voor de mensen, wandelroutes met... Hans Tulleners als de gids. Ja, en dan gaan we dan koetshuizen. Dan gaan we hofjes buiten de Jordaan bekijken. Wandeling langs historische winkels. Wandeling langs historische cafés. Langs poortjes en stadspoorten. Wandeling door de Halende Buurt. Wandeling langs de oude Zijds Voorburgwal. De oudste gracht van Amsterdam. Ik vaar liever. Oh, dan ga je zo lekker varen. Ik ga wel mee, hoor. Ik vind het leuk. Kunnen jullie varen? Ja, op mijn website. Mijn website www.amsterdam-inside.nl. Daar staat allemaal uitgebreid op. Het is allemaal heen en wij gaan binnenkort nog een keer iets met de straten doen. Dat zou ik leuk vinden. En als je zelf met de witte microfoon rond wil lopen in jouw straat, plein, steeg of buurt waar je ook woont, mail even naar straten@at5.nl en dan zie ik je de volgende straat. Dit was de Hoge Sluis. Bedankt voor het kijken. Peter, thanks. Yeah.